Maar wat nu belangrijk is, is het volgende. Als jij een snelheid uitrekent. En nou zet ik het symbool ervoor. V is de snelheid. Maar bij jullie zal die op deze manier worden gesteld. Als jij de snelheid gaat uitrekenen, kan je dat in twee eenheden doen. Je kan de snelheid uitrekenen in meter per seconde. En je kan de snelheid uitrekenen in kilometer per uur. En wat betekent dit nu voor jullie? Nou, voor jullie betekent het dat wanneer je kiest, want die keuze maak je zelf. Wanneer je ervoor kiest om de snelheid uit te rekenen in meter per seconde, dan zit je aan het volgende vast. Dan moet je een afstand, als je de afstand, want het gaat om deze drie grootheden, snelheid, afstand en tijd. Als je hiervoor kiest om dit in meter per seconde te doen, dan zie je dat hier een meter in staat, dan moet die in meter. En hier staat een seconde in, dan moet die in seconde. Je kan daar niet van afwijken. Je werkt of met deze drie eenheden, of je werkt met kilometer en uur. Die h is van uur, hour. Je mag daar niet in variëren. Je mag niet zeggen, ik neem de snelheid in meter per seconde en ik neem de afstand in kilometers en ik neem de tijd in minuten. Dat kan helemaal niet. Het moet op deze manier. Dus ik wil dat je vooraf, als je al het rekenwerk gaat doen, voor jezelf heel goed voor ogen hebt dat deze eenheid, de m en de s, de meters en de seconden, die moeten dan daarin terugkomen. Dat betekent dat met de 1, 2, 3 methode, de drie stappen, dat je bij stap 1 en 2 meteen de keuze maakt, wat ga ik doen? En daar wil ik straks een voorbeeld in geven. Maar eerst even, stel voor dat je die eenheden, die moet je in elkaar omrekenen. Hoe doe je dat? Want dat verschilt nog wel eens. Daar komt ie. Als jij de eenheden in elkaar wilt omrekenen, bijvoorbeeld je krijgt een snelheid in meter per seconde en jij zegt ik kies ervoor om dit in kilometer per uur te doen. Dan zal je de snelheid van meter per seconde moeten omrekenen naar kilometer per uur. Meestal gebeurt het dat je de snelheid krijgt in kilometer per uur en dat je het omrekent naar meter per seconde. Maar goed, als jij van meter per seconde naar kilometer per uur gaat, dan is dat keer 3,6. Ga je van kilometer per uur naar meter per seconde, is dat gedeeld door 3,6. Klaar af. Klopt altijd. Dit is de enige eenheid waarbij je met die factor 3,6 werkt. Nummer 2. Als jij van meter naar kilometer gaat, nou, dat weten jullie meestal wel, want die staat in je BINAS, tabel 3. Daar staat kilo, betekent 1000. Dan zeg je, oh ja, van kilometer naar meter is keer 1000. En van meter naar kilometer is gedeeld door 1000. En dan krijg je de derde, en die is lastig. Ik heb hier seconde, kijk maar, ik heb meter per seconde, meter en seconde. En dan heb ik hier uur, en ik schrijf hem even helemaal uit. En wat gebeurt er nou vaak? Dan krijg je de tijd niet in seconde of niet in uur, maar je krijgt hem in minuten. Dus ik zet die er even tussen. Hoe reken ik een tijd om? Bijvoorbeeld er staat gegeven 10 minuten. Hoeveel seconden is dat? Dan zeg je, oh ja, van minuten naar seconde doe je keer 60. En die, als je van minuten naar uur wil, is dat gedeeld door 60. Dus krijg je minuten en je gaat keer 60 doen, dan krijg je seconden. Doe je gedeeld door 60, krijg je uur. Want een uur is veel groter. Als je nou in één keer van seconde naar uur wilt en andersom, dan zeg je, oh ja, van uur naar seconde is keer 3600, namelijk 60 keer 60. En andersom, van seconde naar uur is gedeeld door 3600. Hey, dit moet je goed weten. Dit moet je, deels, deze staat in je BINAS. Voor de rest moet je dit goed weten en je moet het uit je hoofd weten. Dus ga hiermee oefenen, dan krijg je ook oefenwerk voor, maar het staat ook in je boek. Ik ga een voorbeeld geven. En dat voorbeeld is meteen eigenlijk wel kenmerkend voor op welke manier de vragen gesteld kunnen worden. Stel voor, die voorbeelden die gaan er steeds over dat je een vraag krijgt waarbij je bij stap 1 en stap 2 goed moet kijken van met welke eenheden ga ik werken. Jij maakt straks de keus om bijvoorbeeld een snelheid uit te rekenen in meter per seconde of een kilometer per uur. Het is allebei goed. Alleen jij moet kiezen wat voor jou het makkelijkst is. Daar komt ie. We gaan schaatsen. Sven Kramer die reed de 5 kilometer in een wereldrecord van 6 minuten.
Dat zou een vraag kunnen zijn die bij het centraal examen wordt gesteld. Aan jullie de vraag, wat voor gemiddelde snelheid heeft Sven gereden? Dus hij rijdt 5 kilometer in 6 minuten. Wat is zijn gemiddelde snelheid? Nou, die kan je uitrekenen. Gemiddelde snelheid. Daar komt hij, stap 1. Wat gaan we eerst doen? Oh ja, we gingen kijken welke gegevens staan er in de vraag. Nou, er staat 5 kilometer. En 5 kilometer is de afstand. Oké, zit je ervoor. Afstand. En dan komt hij weer. Dit hebben we al 10.000 keer gedaan tijdens de les. Ik wil dat je het zo doet. Zodat je bij je examen, als er een vraag komt die moeilijker lijkt, dat je het op die manier oplost. En de enige manier om dit goed te doen, en ik weet, er zitten er weer een aantal met proppen in mijn oren. De enige manier om dit goed te doen, is dit te oefenen. Gewoon doen dus. Je hebt een afstand van 5 kilometer. En er staat nog meer, er staat 6 minuten. 6 minuten, is dat de tijd of de snelheid? Dat is de tijd. Oké. Stap 2. En nou komt die. Jullie maken de keus. Wil jij die snelheid uitrekenen in meter per seconde of in kilometer per uur? Dus ik wil de snelheid hebben. Doe je die in meter per seconde of in kilometer per uur? Laten we hem eerst eens even in kilometer per uur doen. Snelheid in kilometer per uur. Oké. Wat betekent het? De snelheid in kilometer per uur. Dan moet de afstand in kilometer. En de tijd moet in uur. Nou, de afstand heb ik in kilometer, maar de tijd heb ik niet in uur. Hoe reken ik 6 minuten om naar uren? Dan zeg ik, dan is de tijd 6 gedeeld door 60 is 0,1 uur. En dit is waar 99 van de 100 fouten worden gemaakt. Het omrekenen van die tijd van minuten naar uur. Want heel veel leerlingen zeggen 6 minuten, oh dat is 0,6 uur. Nee, het is 0,1 uur. Het is niet een 10 stap die je maakt, maar een 60 stap. Snelheid in kilometer per uur. Dan ga je naar stap 3. Je pakt je BINAS tabel 7. BINAS tabel 7, formule 2. En er staat snelheid is afstand gedeeld door tijd. En dan ga je voor jezelf nog eens kijken, heb ik alles op een rijtje? Ja, ik heb kilometer per uur, ik heb uur en ik heb kilometer. Oké, dan kan ik hem invullen. Dus de snelheid is 50, want de afstand, sorry, 5. De afstand is 5. Gedeeld door de tijd is 0,1, is 50 kilometer per uur. Nou ga ik meteen weer lopen zeuren. Als je dit niet neerzet, dit moet er staan. Snelheid, rekensom, eenheid. Zet je het niet neer per onderwerp wat je vergeet, ben je een punt kwijt. Wat je uitrekent, moet er staan. En jullie hebben er een broertje aan dood, en dat weet ik wel, maar je moet het noteren. Dit moet er staan, de berekening moet er staan en de eenheid moet er staan. Dit is nummer 1. Nou doe ik dezelfde vraag nog een keer. Jullie hebben bij deze vraag ervoor gekozen om de snelheid uit te rekenen in kilometer per uur. Nu gaan we weer meter per seconde doen. Dus ik haal dit weg. Ik haal dit weg. Jij kiest ervoor om de snelheid uit te rekenen in meter per seconde. Dus die zet ik hier neer bij stap 2. Ik haal dit even weg. Tijd is 6 minuten. Oké, dit is het uitgangspunt. Ik heb hier, Sven Kramer rijdt de 5 kilometer in 6 minuten. Dan heb ik een afstand van 5 kilometer, een tijd van 6 minuten. En ik wil de snelheid uitrekenen in meter per seconde. Wat moet ik doen? Oh, snelheid in meter per seconde wil zeggen de afstand in meters en de tijd in seconden. Nou, 5 kilometer is 5000 meter. Want 1 kilometer is 1000 meter, dus 5 kilometer is 5000 meter. 6 minuten, in 1 minuut zitten 60 seconden. Dus dit is 360 seconden. Je zal hem dus om moeten rekenen naar meters en seconden. Nummer 2, wat wil ik uitrekenen? Snelheid in meter per seconde. Nou, de rekensom blijft hetzelfde, dus dat komt hier uit. Snelheid is 5000 gedeeld door 360 is 13,9 meter per seconde. En als je die 13,9 keer 3,6 doet, dan kom je aan 50 km per uur. Als je die 50 gedeeld door 3,6 doet, kom je aan 13,9 meter per seconde. Dus hij klopt precies. Dit moet je beheersen. Dus je moet de snelheid uit weten te rekenen in meter per seconde en in kilometer per uur. En dat betekent als je hier de keuze maakt, dat je daar dingen moet aanpassen.